Hallo, in dit filmpje gaan we kijken naar LEGO Dimensions. Om precies te zijn naar een level pack en naar we gaan kijken naar het level pack van Portal 2. Voor de mensen die niet weten wat Portal 2 is. Portal 2 is een spel waarmee je door middel van een portal gun op muren kan schieten of op de vloeren kan schieten. En door nog een tweede portal te maken kan je er doorheen wandelen. Je kan het hier ook een beetje zien als je kijkt. Hier hebben we één portal en die portal komt dan ergens anders uit. Even kijken op de achterkant, kan je het niet zien. Nou, het is een spel wat je dus kan kopen voor je PC. Ik weet niet of hij er voor de consoles is. En als je hem dus speelt, dan zijn dit de dingen die je tegen kan komen. Eentje ervan, de welbekende Companion Cube, zien we hier ook in terug. Dus wil je iets meer weten over het spel, kijk even online. En dan kijk je naar Portal, Portal 1 en Portal 2. En er is voor Portal 2 is er geloof ik een gratis uitbreiding. Daar hoef je Portal zelf niet voor te hebben. Als je naar Steam gaat, ik zal kijken of ik die link kan plaatsen. Dan kan je de gratis versie daarvan spelen. En dan kan je een beetje zien hoe het spel Portal werkt. En in dit spel krijgen wij Chell te zien die in het spel zit. We gaan hem openmaken. Nou, we gaan eerst even naar de achterkant kijken. En op de achterkant zien wij een Sentry Turret, een Turret Striker en een Flying Turret Carrier. En een Companion Cube. De Companion Cube kan veranderen in de Laser Deflector en de Gold Heart Emitter. En het is natuurlijk een level pack. Dat betekent dat het zijn eigen verhaallijn heeft binnen het spel. Dus als je dit gaat gebruiken binnen LEGO Dimensions, dan krijg je er een extra verhaallijn bij. En niet alleen dat je gewoon de portalwereld in kan. Wat zit erin? Nou, twee zakjes. De doos kan ook dit keer weer weg. Nou, even een close-up voor de pakjes. We zien dat er drie schijfjes in zitten. En we zien het lichaam van het poppetje. Ik zie het haar hier. En hier hebben we haar gezicht. En ook dit gezichtje, even kijken, kan je dat zien? Ja, oh, dit gezichtje heeft hier één voorkant en een achterkant. Nou, ik ga je zo meteen laten zien hoe het eruit ziet als het in elkaar zit. Tot zo. Zo, alles is af. We zien hier het poppetje en het poppetje heeft, nou ja, je kan het een heel klein beetje zien. Dat is een, ik heb hem misschien niet heel erg netjes erop gezet. Het poppetje heeft nog een ander gezicht. Ik zal het haar er even van afhalen. En dan kan je zien dat ze je heel erg boos aankijkt. Ze is niet zo blij waar ze terecht is gekomen. En hier kijkt ze wat rustiger. Ik geef haar haar weer terug. Even kijken. Zo. En ik zet er weer hierop neer. En dat is dat. Hier hebben we de Companion Cube. Deze cube die heb je nodig in het spel om bepaalde puzzels op te lossen in de portalwereld. En hier is de robot die je ook kan helpen. De robot ziet er even uit de weg jullie. De robot ziet er leuk uit. Hij heeft zijn pootjes. Als je hem in het spel ziet, zie je hem ook echt op die pootjes lopen. Dat is een leuk detail. We hebben hier zijn antenne. Als je dit ding maakt, let er dan wel goed op dat je dit soort blokjes met de haakjes de juiste kant opzet en de juiste gebruikt. Want ik had hem per ongeluk verwisseld met die ene die hierop zat. Want hier zit ook ergens een witte. Kijk, die zitten daar verstopt. En dan kom je niet uit en dan moet je wat weer uit elkaar halen. Dit is dus de Companion Cube. Ik zie dat ik heel erg netjes de vierkantjes neer heb gezet, heb ik niet zo goed gedaan. Die moeten natuurlijk allemaal dezelfde kant op wijzen en ze zitten ondersteboven, schots en scheef. Maar hij is wel af en hij is te gebruiken. Ik zet deze er weer even bij. Ik ga jullie zo meteen misschien ook nog wel even wat beelden uit de Portal-wereld laten zien. Want dit is natuurlijk een level pack van Portal. En het is het level pack dat gebruik maakt van seizoen 2. Als je gewoon de Portal-wereld binnengaat in LEGO Dimensions, dan krijg je seizoen 1. Dus deel 1 van Portal, dus Portal 1. En als je het level pack erbij neemt, dan is dat gebaseerd op Portal 2. Dus dat is wel een grappig detail om rekening mee te houden. Je krijgt dus wel iets extra's. Je krijgt echt een andere soort omgeving waar je in kan gaan spelen. Onthoud ook, kijk op Steam. Dat is een online programma waarmee je spelletjes kan downloaden en spelen en ook kan kopen. Er is een gratis versie van Portal. Het is een Portal 2 uitbreiding. En als je die downloadt, dan heb je een gratis versie van Portal. Dus dan kan je ook het echte spel spelen. Het is heel grappig. Het is een puzzelspelletje. En het puzzelspelletje komt ook echt goed terug hierin. Nou, vind je dit leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Geef dit filmpje een like. Dan weet ik zeker dat ik dit soort filmpjes wil blijven maken. Dat houdt mij ook gemotiveerd. En je kan ook zelf nog naar mijn website toe gaan. Gamerpapa.nl. En tot zo in het spel zelf.